Heel vaak gebeurt het dat een braadworst breekt. Dan loopt het vet in de kolen. En dan, ja, dan schiet de vlam erin en dan is het feestje gewoon voorbij. Daarom deze tip. Heel eenvoudig. Grilt uw braadworsten mooi goudbruin. Kleurt die. Voilà, die zijn schoon gegrild. En dan leg ik die in een gietijzeren schaal met rode bietsap en een klein beetje rundsbouillon. Zo laat ik die verder garen en het is effectief de allerlekkerste braadworst dat je ooit geproefd hebt.